Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 105. U zult zich herinneren van aflevering 104 dat we vrouw en kinderen hadden uitgezwaaid en dat wij achterbleven om een aantal weken alleen door te brengen in Hola. Het vervolg hierop is dit stukje. 25 dagen heb ik me nu alweer door de grauwe eenzaamheid heen geworsteld. Maar er liggen maar 23 dagen meer voor me. We gaan nu dus bergafwaarts. Ik blijf weliswaar redelijk in leven. Mijn kookfantasie heeft zich in de afgelopen weken niet verder ontwikkeld dan tot het in elkaar draaien van een stew. Maar het is te vreten. Ik heb er zelfs de katholieke vaders laatst voor uitgenodigd. Wielen, de roodaardige Ier, was er waarschijnlijk toch niet zo weg van. Nou trof hij het ook heel slecht, want hij had net een stuk ontzettend taai vlees op zijn bord. Hij kreeg er ternauwernood zijn mes doorheen en die waren pas geslepen door Mongai Wakumi. Ik hoorde het tussen zijn tanden malen als een stuk olifantenleer, maar hij kreeg het weg. Het lag hem echter wel zwaar op de maag. Niettemin hadden we tot 11:45 een uitgebreide discussie met de beide paters over het celibaat. Het bleek dat ook zij niet meer die onwankelbare rotsen waren in de branding. De andere dag vond ik op de weg, 100 meter van mijn huis, de inhoud van Wielen zijn maag. Het had hem kennelijk toch te zwaar op zijn maag gelegen. In de week gaat dat alleen nog wel, zei dat alleen zij nog wel, maar zondags dan krijg je er een rolberoerte van. Je staat wat later op dan gewoonlijk, maar alleen ontbijten in je eentje is ook maar een oogwenk gebeurd. Dan ga je een stukje wandelen, weer eens binnen zitten, lekker stevig roken, de radio afzoeken naar wat redelijks en dat valt hier niet mee. Je probeert je aandacht bij een boek te houden, maar als je dan denkt zo en je kijkt op je klokje, dan is het nog maar 1 uur tijd verwijderd van de stew. Dan ben je tegen 1:30 ook alweer doorheen. Ten einde raad ben ik maar weer eens in de club gaan kijken. Daar waren 3 mannen. De droefgeest die droefgeestig over een bier naar een blinde muur staarde. Je drinkt een paar pilsjes, gooit een daartje, rookt maar weer eens een paar sigaretjes en voor alle zekerheid kijk je weer eens naar de kalender of je jezelf toch niet met een dag hebt vergist. En eer het dan bedtijd is, heb je zo'n zondag wel bekeken. Er zijn ook wel betere momenten, maar die vallen in de week. Van zondag, dan moet je het niet hebben. Die is hier nog doodser dan in Staphorst. Fouke, mijn collega, die gaf zijn afscheidsfeest. Iedereen was er. Allemaal bij hem thuis in de tuin, onder de gekleurde lampjes. 2 mooie schapen lagen boven het houtskool te roosteren en hij had een heerlijke, onuitputbare voorraad drank. Zijn tijd zat er weer op hier in Hola. 2 jaar had hij de belangen van Galole gediend en wij hebben met hem best op kunnen schieten. Geen drukteschopper, een aardige, beschaafde vent, natuurlijk met zijn eigenaardige trekjes, maar als 2 families 2 jaar met elkaar in de bush leven, moet je als heilige geboren zijn, wil je het zonder eigenaardige trekjes stellen. Alles kan je gaan irriteren, zelfs uitstaande oren of de manier waarop iemand zijn neus snuit. Zijn afscheidsfeest was goed. Hij ging zelf nog niet weg, maar wel zijn vrouw en 2 zoontjes. Hij blijft ook nog 1 of 20 als bachelor, om zijn opvolger in te werken. Een man en een vrouw, waar wij dan weer maar eens een poosje mee verder gaan. Ik ben donders benieuwd wat voor luidjes het zijn. We aten als wolven van de schapen, er was zoveel vlees dat het niet eens opging. Er werden vele toespraken gehouden en geschenken gegeven. Fouke en Tieneke kregen er beiden een brok van in de keel. Want praten dat die negers kunnen, sorry voor het woord, praten dat die Kenianen kunnen, daar kun je een voorbeeldje aan nemen. Zelfs de meest ongeletterde boer langs de rivier kan zijn woordje doen waar een Mr. Diepenhorst een bleekscheetje bij is. Het was ook een ontzettend verblijdend nieuws om eindelijk te vernemen dat Rogers, mijn assistent, zijn visum had gekregen om naar Nederland te gaan. Daar hebben we direct een borreltje op gedronken. 7 weken lang had die jongen in Nairobi rondgehangen als een soort verloren zoon zonder thuis. Het National Irrigation Board werd het beu. Onze vrachtwagen was voor onderdelen in Nairobi en de directeur van het National Irrigation Board had besloten dat hij maar met die vrachtwagen terug naar Hola moest.
en wachtte tot het Sint-Jutemus werd. Maar Godzijdank, net op die dag kreeg hij bericht dat hij weg kon, dat hij naar Nederland mocht. Vrijdag is hij vertrokken. We hadden er wat voor over gehad om hem persoonlijk in het vliegtuig te kunnen zien stappen. Wat een belevenis voor zo'n jongen. Ongelooflijk. Hetzelfde als een jongen die in 1800 een reis naar New York had kunnen maken. Een jongen uit het hartje van de Peel bijvoorbeeld. Ofschoon ik er zelf niet zo heel veel aan heb bijgedragen dat hij naar Holland kon gaan, bekijken de Bokommers hier me nu met een soort van edele vereering. En ze zijn alle zware vloeken die in het heets van de strijd wel eens op hem heb afgevuurd, volkomen vergeten. Ik ben jullie daar in Nederland allemaal ontzettend dankbaar dat jullie dit mogelijk hebben kunnen maken. Dat jullie de ontwikkelingshulp op zo'n directe en sprekende manier hebben aangepakt. Daar kan elke jongerenorganisatie trots op wezen. Ter verduidelijking, wij hadden onze assistent aangewezen om eventueel in Nederland wat extra kennis op te doen. En de plattelandsjongerenorganisatie van Noord-Brabant en Zeeland hebben daar een belangrijke steen aan bijgedragen. Ikzelf verlang er nu naar om naar Holland te kunnen gaan. Mijn kop, die dadelijk verouderd is door de tropenzon, weer eens in de regen te kunnen houden. Een grote pot bier te kunnen drinken in een klein gezellig cafeetje. Weer eens onvervalst Brabants te horen op een ouderwetse dorpskermis. En in de eerste plaats om mijn vrouw en kinderen weer te zien. En als u zo lang altijd bij elkaar bent, dan ben je ineens alleen, is het net of je via een wak onder het ijs wordt gestopt. Maar nu ga ik vissen met een van de missionarissen. Het is eeuwen geleden dat ik heb gevist. Als het een beetje mee zit, bak ik vanavond een visje. Alles lekker bij een gezellige petroleumlamp, want de generator is al 3 dagen kapot. Heerlijk luisteren naar het gezoem van de talloze muggen in de kamer, het doordringende gekwaak van de kikkers en gesjerp van de krekels. Luisteren naar het ruisen van de wind in de kokospalmen voor mijn huis en naar de stem van de nieuwslezer van Radio Nederland Wereldomroep. En hopen dat er morgen weer een briefje van mijn vrouw is. Dank u, Schrijfkouter.